Hallo kijkers van IT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer terug met Crypto Cross. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we hebben nog steeds behoorlijk wat mensen zoals jullie kunnen zien. Die nog totaal geen hamers hebben of bogen of iets dergelijks in die richting. Dus ik wil deze aflevering een beetje dat al die artsen in ieder geval, of al die mensen dus in ieder geval, iets te doen hebben. Dus ja, oké, die gozer die pakt mijn coin op, dat is mijn coin. Nee, maar ja, we hebben natuurlijk ook deze boot nog steeds, waar we natuurlijk naar het volgende eiland gelijk natuurlijk weer kunnen. Maar dat is dan natuurlijk nog niet nodig. Ik recruit er nog wel even eentje. Maar hoe is het met de farm eigenlijk? Die zit volgens mij ook aan deze kant. Ja, die zit sowieso aan deze kant. Zet die verder op. Even zien. Naar deze portal volgens mij ergens. Hier ja. Oh, er is al eentje bezig. Maar ja, nu de rest nog. Maar het is ook eigenlijk best wel een end om daar naartoe te lopen. Maar eentje is er sowieso. Oh, daar komt de volgende elkaar aan. Dat is mooi. En daar gaat er nog één. Ja, ik heb er sowieso vier gerecruit. Dus dat zal wel in ieder geval goed moeten komen. Oh ja, misschien dat hier nog wel die hermit zit. In dat huisje waar hij normaal altijd bezig is. Van die bakkerij, want als we dat in de volgende maps ook nodig gaan hebben, dan is het wel handig. En ik moet deze toren nog even gaan upgraden, ook zo dadelijk. Zodat we die naar ballista kunnen maken. Ik ga heel even naar de rechterkant kijken of daar toevallig nog zo'n huisje zit van zo'n hermit. En zo niet, dan zal hij wel aan de linkerkant moeten zitten. Maar ik verwacht zelf ook dat er nog een keer een bloed aan zit te komen. Want op welke dag zitten we? Dag 40? Want volgens mij staat die 11 voor dag 50, als ik het goed heb. En dan 10 ervoor, dus ja. Dat zal daar wel dag 40 moeten zijn. Hier begint het bos weer en hier hebben we natuurlijk ook nog een kampje. Ik denk dat hij aan deze kant zit. Nee. Daar zal hij wel aan de linkerkant moeten zitten. Mochten we hem nog steeds kunnen halen, die hermit. Maar dan vraag ik me ook even af, want ons koontje die is natuurlijk weggegaan in... Was het de volgende eiland? Ja, het volgende eiland. Maar de dingen die ik daar heb gebouwd, ook al was het nog niet zoveel. Zijn die er dan nog steeds? Of Ik weet het eigenlijk niet. Langzaam maar zeker komen die farmers ook gelijk naar het boerderijtje.
Maar ja, ik ga naar de linkerkant pas kijken wanneer we ook die portal gaan aanvallen. Wat ik misschien deze aflevering wel wil doen. Ja, daar ga ik sowieso nog wel wat meer coins voor nodig hebben. Die toren heeft 12 coins nodig, net zoals de muur. Oké, we hebben er al 8. Dat is al wel redelijk. Want hoeveel knights heb ik eigenlijk aan deze kant staan? 1, 2, 3. Ja, 3 volgens mij en 1 geüpgraden. Dan zodra ik 12 coins heb, dan ga ik gewoon die portal aanvallen. Welke het ook mag zijn, denk ik. Oké, daar hebben ze geen coins meer. Eigenlijk heb ik ook wel van die speermannen nodig. Die doen het namelijk ook altijd best wel goed. Nou ja, ik wil naar de linkerkant nog wel wat meer uitgebreiden. Dus ik weet niet zeker of ik die toren ga verder upgraden. Die gaan er nou op uit. Maar met de muren wacht ik nog wel even mee. Ik weet ook niet of jullie toevallig nog wat coins nodig hebben. Oh ja, dat is nog wel van belang. Ga ik ook eventjes deze twee boompjes om laten hakken. Want ja, ik wil sowieso nog deze. Alweer het nummer. Maar dit bos wil ik nog wel een beetje weghalen. Want ik weet ook niet precies waar ik een muur kan maken. Hier. Precies naar de brug. Dus als ik dan bijvoorbeeld uiteindelijk daar bezig ga met de. Onder 7D. Oké, ik heb een nieuwe achievement. Wacht even. Zien, wat is dat? You cleared an acre of land. Oh. Misschien moeten we wel een muur maken naar het kamp. Dat is natuurlijk ook nog iets wat er zit. Oké. Ja, hier is de bakkerij. Ik kan het wel weer halen. Nice. Is het nou naar de cliff portal of wat is de bedoeling? Oh, ze gaan naar de cliff portal.
Fuck. Ah shit, al onze knights zijn dood. Nou, in ieder geval de aanval van die ze in ieder geval kwijt is. Dat is gewoon de cliff portal. Dus maar goed dat ik hem niet heb geslopt. Want ik moet hem natuurlijk nog een keer slopen via een andere manier. Maar ja, dat ging een beetje jammer. Want ja, nu zijn we natuurlijk zo'n speciale knight kwijt. Heel erg fijn. Oké, hier heb je dus de brug. Hebben jullie nog coins? Nee. Dus de enige portal die er nog staat, is dus de cliff portal. Aan de ene kant is dat natuurlijk wel goed. Zo. Ik denk dat we nu wel eens even. Nou ja, we gaan sowieso nog even knights moeten recruiten. Maar nu kunnen we in ieder geval een stukje land erbij halen. Laat ik maar gewoon zeggen tot aan de brug voor nu. Nou ja, de hermit van de bakkerij die hebben we niet zozeer nu nodig. Maar ja, meer later. Voor de volgende maps. Volgende eilanden. Zo, 4 speren aan deze kant. Gaan ons dus ook heel goed helpen. De muur die gaat dus geüpgraded worden. Dat is ook heel fijn natuurlijk. Ja, het is nog niet echt nacht. Dus in principe zouden we op tijd moeten zijn. Nu komt het geld wel weer binnen, dat is wel fijn. Ah, konijntje. Konijntje wat vol. Vol gebombardeerd met een steen. Ripperido.
Zo, nog twee speren erbij. Nou, nog twee. Laat gewoon de rest van het geld gewoon een beetje aan de speur of de boger gebruiken. Ik denk dat we ondertussen al wel weer een goede basis hebben voor de mannekes. Zo, dan hebben we nu dus ook nog vier bogen ter beschikking. Ik weet niet of er sommigen op wat gaan pakken. Maar we zijn al heel goed onderweg. Oh ja, hier staat er nog één. Oh ja, hier is ook een farm. Ik denk nog maar heel even gaan wachten voordat we weer een muur erbij gaan bouwen. Maar dat moet wel. Even kijken. En natuurlijk kunnen hier natuurlijk ook nog wel muren staan, maar is het in principe nodig? Volgens mij niet echt. Weer overbodig vind ik. Wat ik ga even kijken bij onze farm, hoe het daar gaat. Oh god. Nou ja, jullie zijn ook goed bezig. Oké, stop maar weer. Dit is te veel. Dit is te veel. Dit is te veel. Is het duidelijk dat ik zeg dat het te veel is? Wat? Ik ga ondertussen even ons kasteel upgraden. Oké. Goeie granade. Eerst had ik heel veel zo'n probleem met te weinig coins hebben. En nu? Nu heb ik er eigenlijk te veel. Ik denk dat alles wel weer weg is. Zou ik dan hier een muur maken? Nee, ik denk dat ik wel wat verder weg een muur ga maken. Dat zou dan hier in de buurt moeten zijn.
Oké, die andere twee die gaan dus daar naartoe. Hoppakee. Oké, laten we maar gewoon beginnen met deze muur eerst. Kunnen we altijd nog een muur daar verder op maken. Ben je raar dat ik nu gems gewoon moet gebruiken om die dingen te activeren? Oké, ik maak deze gewoon naar die stenen hoge muur. Die ijzeren, dat doe ik wel bij de laatste, denk ik. Oké, jullie zitten volgens mij nu ook vol met coins, die twee knights. Daar komen ze al. Dat is snel. Oké, jullie moeten ook nog wel een beetje coins hebben, denk ik. Oké, die hebben, die staat mooi hier, dat is ook wel fijn. Dag 11 zit ik nou in dit eiland. Dat is al best wel lang eigenlijk. Nee, valt best wel mee. Als ik die totale hoeveelheid dagen die ik hierin heb zitten, dat is nog veel te veel. Oké, ik denk dat ik de laatste muur dus hier ga maken. Dat gaat betekenen dat we hierna nog heel wat ruimte over hebben. Voor het jagen en zo. Oh, gelijk helemaal upgraden die muur. Begint de onweer te regenen. Maar ja, ik vind de bloedmanen in deze game nog wel
minder vaak gebeuren dan in bijvoorbeeld Kingdom Newlands of de originele Kingdom Classic. Toen was het echt gewoon, bleef het continu aangaan. Bij Kingdom Classic was het volgens mij dat het iedere 5 dagen dan was. Dan iedere 7 dagen bij Kingdom Newlands. En nu? Nauwelijks meer. Oké, tot zover blijft hij even. Als ik het over de bloedbaan heb, hè. Vind deze bloedbaan muziek ook veel creepier eigenlijk dan die van Newlands. Ja, die zijn ook best wel creepy. En dit? Ja, dit is ook best wel creepy. Ja, ik heb genoeg van die vuurballen voor de katapult. Dus als je de headshot gaat staan, ja. Pyrotechnics, precies ontgrendeld. Wat houdt die perceptie precies in, als ik vragen mag? Set fire to 20 degrees with one flame barrel. Nou, heb ik dat ook weer gehad. Oké, dan kunnen we zodra ik die muur dus upgraden naar die ijzeren. En dan kunnen we die bom maken en die knights laten upgraden. Dus. Gaat heel goed. Oké, ik denk dat jullie aan deze kant ook behoorlijk wat geld hebben. Behoorlijk wat geld hebben. Drop die 1 coin. Oké, ja, dit is toch wel een redelijke hoeveelheid. Ik doe maar even die muur even upgraden. Naar de ijzeren muur. Nou, daar heb je die speermannen weer. Zo. Dat was een lag spike. Heb ik ook niet vaak gehad. Nee, vooral niet in deze game, want deze game die runt behoorlijk goed. Dacht mijn PC zo van. Ah. Emergency. Nou, dat was weer een dier minder. Eentje, slop die bom nog maar even.
Dan beginnen we in ieder geval weer een goed grond te hebben voor jagen naar konijnen en zo. Zo, hoppakee, hebben we nu een ijzeren muur. Ik verwacht dat er aan de rechterkant nog behoorlijk wat mensen een kooitje hebben. Ik denk voornamelijk bij de boerderij dat het daar echt wel de jackpot ligt. Oh ja, oh god. Zo. Ah shit, heb ik net niet één coin genoeg. Dan ga ik dat hele eind wel rennen, ook goed. Dag 13. Wat een pocket-end is dat eigenlijk. Het is maar goed dat ik de portal in de buurt heb zitten. Anders had ik dat echt niet gedaan. Holy fuck. Ik denk dat met jouw coins dat het nu al overspoelt. Ja. Net. Kan ik die portal niet gebruiken? Ook toch wel. Hallo meneer. Maar in ieder geval, ik ga deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en een fijne kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.